In Alkmaar kan je sinds een maand gebruik maken van deelscooters. Volgens de verhuurder zijn er al een kleine 6000 ritten gemaakt. GoSharing is dus tevreden over de eerste maand. Alkmaarders zijn niet per se laaiend enthousiast. Nou nee, ik vind zo'n mooi groen is goed en niks. Ze ermee op stoepen rijden en dat ze roekeloos worden neergezet. En ik heb er al een aantal in de gracht en in de sloot zien leggen. Ik heb ze veel rond zien rijden, ja. Ja. Dus er wordt gebruik van gemaakt? Alleen er wordt zeker gebruik van gemaakt, ja. Maar jou gaan we er niet op zien? Nee. Ik ga lekker met de fiets. Eerlijk gezegd niet voor mij, maar dat komt puur omdat hier in Alkmaar, in de stad zelf, mag je niet komen met zo'n scooter. Dus eigenlijk alleen een beetje in de buitenregionen van Alkmaar. Ik hoef daar niet te zijn, dus heb ik het ook niet nodig. Het winkelgebied in de binnenstad is inderdaad verboden terrein. Maar verder mag je de scooters overal achterlaten waar je ook een fiets mag neerzetten. Op sociale media is te zien dat dat niet altijd goed gaat. Voor overlast en wangedrag hanteert de verhuurder een duidelijk beleid. Na 3 keer ben je af. Dan krijgen ze eerst een waarschuwing van ons. Maken ze voor een 2e keer dezelfde fout. Dan krijgen ze een boete van €75. En maken ze voor de 3e keer die fout, dan mogen ze geen gebruik meer maken van onze dienst. Terwijl je aan de andere kant mag verwachten dat je als Alkmaar er netjes omgaat met de spullen van iemand anders, toch? Dat zou wel moeten inderdaad. En dat zien we ook gelukkig hoor. En we zien er gewoon een heel klein percentage dat nog moet wennen hoe ze ermee om moeten gaan. En ik denk dat dat onze uitdaging is om ervoor te zorgen om dat percentage naar beneden te krijgen. Over de scooters en de overlast leven ook zorgen in de gemeenteraad. Raadslid Christian Petom wil daarom van de gemeente weten wat zij hiermee gaan doen. Je ziet in de openbare ruimte, op de stoep enzovoort, dat ze niet altijd netjes geparkeerd worden. En zeker voor mensen met een fysieke beperking is dat toch natuurlijk uitermate vervelend. Dus daar hadden we denk ik beter over na moeten denken. Wat stellen jullie voor? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan bepaalde vakken in een wijk waar je die scooter zou kunnen parkeren. Zodat je hem en makkelijk kunt vinden, maar ook dat het zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Ja, het is een goed idee, alleen in de werkelijkheid een minder uitvoerend idee. Want we zien eigenlijk dat inwoners niet langer willen lopen dan 4 tot 3 minuten naar een deelscooter. En als het moet, zullen we heel veel plekken moeten creëren om ervoor te zorgen dat we het alternatief van de auto zijn. Komende week bespreekt de gemeente met GoSharing de resultaten van de eerste maand deelscooteren in Alkmaar.